Er bestaan verschillende soorten heftrucks. Er zijn heftrucks met drie wielen en heftrucks met vier wielen. Een heftruck met drie wielen kan om zijn as draaien. De draaicirkel van zo'n heftruck is dus klein. Dat is van belang bij het positioneren ten opzichte van de plaats waar een lading moet opgehaald of geplaatst worden. Om een lading op te nemen of weg te zetten, kan je met een driewieler gewoon vertrekken van het midden van de gang. De vooras van de heftruck wordt als referentiepunt gebruikt. Als je rijdt tot dit referentiepunt, in het midden van de plaats komt waar je de palet moet stapelen of ophalen, dan kom je, als je afdraait, recht voor de stapelplaats te staan. Je kan het blok in het midden van de palet als controlepunt gebruiken. Kan je de vooras niet zien, gebruik dan de hoek van de kooi als referentie. Heb je een hoge lading die het zicht belemmert, dan rijd je achteruit naar de stapelplaats. Ook hier rijd je tot de vooras op de hoogte komt van het midden van de lading. Aangezien de driewieler om zijn as draait, kom je bij het afdraaien netjes voor de stapelplaats te staan. Een heftruck met vier wielen heeft meestal een groter maximaal laadvermogen dan een driewieler. Het maximale laadvermogen van een heftruck varieert van machine tot machine en van de hoogte waarop de lading gestapeld wordt. Ken je machine is de boodschap. Een vierwieler is meestal ook iets stabieler dan een driewieler, maar heeft een grotere draaicirkel. Daarom moet je aan de tegenovergestelde kant rijden van de plaats waar je de lading moet ophalen of wegzetten. Ook bij een vierwieler is de vooras het referentiepunt. Moet je een palet ophalen langs de brede kant, dan rijd je tot de eerste hoek van de palet. Als je dan afdraait, kom je netjes in het midden van de lading. Een vierwieler heeft immers een grotere draaicirkel dan een driewieler. Of je nu voorwaarts of achterwaarts rijdt, maakt niet uit. Je rijdt met de vooras tot op de hoogte van de eerste hoek van de palet. Soms staat een palet met de smalle kant naar voren. Rijd je met een vierwieler, dan moet je daarmee rekening houden. Je rijdt dan met je vooras tot ongeveer 20 centimeter voor de eerste hoek van de palet. Als je dan draait, kom je op de juiste plaats voor je lading te staan.